familie, vrienden, bekenden, gemeenteleden en iedereen die deze dienst online met ons meebeleeft. Welkom in deze dankdienst voor het leven van Femmigje van Dijk Schrijver. En in deze dienst nemen we samen afscheid van haar. We leven mee met Hans en Nettie, met Jorien en Siberen, met Lucie en Harvey en hun kinderen en kleinkinderen. Jullie moeder en oma is 93 jaar geworden. En ook omi trouwens, want we moeten de achterkleinkinderen natuurlijk niet vergeten. 93 jaar geworden. En dat is een gezegende leeftijd. Ze nam het leven zoals het kwam en was altijd dankbaar en meestal tevreden. Toch nog, de laatste jaren ging haar gezondheid wel achteruit, zowel lichamelijk als geestelijk. En toch nog onverwachts werd ze ruim een week geleden of twee weken geleden ziek. Zou ze er weer bovenop komen, zoals zo vaak was gebeurd in het verleden? Maar vorige week maandag werd duidelijk dat dat niet meer zou gebeuren. En een dag later werd ze in Gods ontferming opgenomen. Voordat we het lichaam van Femmigje van Dijk Schrijver gaan begraven, zoeken we steun bij elkaar en bij onze God. We staan dankbaar stil bij haar leven en we kijken omhoog naar God. Want jullie moeder en oma was een gelovige vrouw. Vanaf de moederschoot heeft ze het geloof meegekregen en het was verweven met heel haar leven. En als teken van geloof brandt er in deze kerk de paaskaars. Want het licht van Jezus, die met Pasen opstond uit de dood, straalt over ons, ook in dagen van rouw. Voor Björn, Nienke, Lois, Eva en Simon zijn het dubbele dagen van rouw. Op dezelfde dag dat Femi overleed, is ook plotseling de vader van Björn overleden. Wat heftig en wat verdrietig. En we zullen jullie straks opdragen in ons gebed. En ter nagedachtenis aan Femi en aan de vader van Björn, Wim Lochtenberg, zullen we nu twee kaarsen aansteken. En ik weet niet precies wie dat gaat doen. Kijk. Dank jullie wel. Het zal in deze dienst niet altijd makkelijk zijn. En dan hebben we juist Gods hulp en nabijheid nodig. En daarom belijden we aan het begin van deze dienst dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet loslaat waaraan hij begonnen is. En in die naam van die God mag ik u groeten. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 84, vers 2 en vers 4. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst, deze dankdienst voor het leven van Femmigje van Dijkschrijver, komen we bij u. Want om bij u te zijn, dat is goed. Zelfs de mus en de zwaluw vindt een woning in uw huis. Iedereen is daar welkom. Want Heer, u heeft ons gemaakt en u kent ons door en door. U weet wat er in ons omgaat. En met alles wat in ons leeft, mogen we bij u komen. Onze verdriet, onze pijn, onze teleurstelling. Heer, maar ook met onze dank. Met dank voor wat Femi in ons leven heeft betekend. Heer, wilt u naar uw belofte in deze dienst aanwezig zijn? Wilt u kracht geven? Wilt u met uw geest ons leiden? En geef dat deze dienst recht mag doen aan wie Femmigje van Dijkschrijver was. En dat dwars daardoorheen uw naam geprezen wordt. Want zij vertrouwde op u. Elke dag leefde ze met u. En dat gaf haar rust. Heer, zo schuilen wij bij u op deze dag. Bij u zoeken we ons heil. En dan bidden we in het bijzonder om kracht voor Bjorn en Nienke en hun kinderen. Nu ze een dubbel verlies hebben te dragen. Heer, wees hen nabij.
En u weet van het verdriet en het gemis dat er in ons leven is. Wilt u bij ons zijn in deze dienst en ons troosten? Want Heer, als aardse stemmen zwijgen, spreek het woord dat troost en bevrijdt. Als wie ons lief is, ons ontvalt, toon dat u er bent. De God die ons nooit verlaat. Dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Er volgen nu woorden van herinnering aan onze zuster Femi van Dijk Schrijver. En als eerste geef ik het woord aan Annemiek Schrijver, die namens de broer van Femi herinneringen zal ophalen. De broer van Femi is Piet, mijn vader, die zit daar, het jongste broertje. En ik ken mijn vader niet anders dan vol tederheid over zijn oudere zus. Ik heb het idee dat ze een heilige band hadden voor het leven en ik denk dat die band voor eeuwig is eigenlijk. Mijn vader die ziet heel slecht, die heeft maculadegeneratie en die heeft met enorm geworsteld, urenlang, om liefdevolle letters op papier te krijgen over Fame. En hij heeft gevraagd of ik ze nu wil voorlezen. Dat is natuurlijk maar een selectie, want mijn vader heeft talloze herinneringen aan zijn zus. Er zitten een paar zinnen campus bij, dus voor mij wordt dat een uitdaging. Femi is in mijn ruim 87 jaar altijd een zeer geliefde zus geweest. We waren niet alleen zus en broer, maar voelden ons ook zielsverwanten. En al peinzende kwamen er herinneringen boven die ik met jullie wil delen. Femi werd als vijfde kind in het gezin van vader en moeder Schrijver geboren. Broer Chris en de zussen Riek, Grietje en Kobi gingen haar voor. Femi was van stonden aan een teer poppetje en ze had heel veel zorg nodig. Een van mijn jongste herinneringen is dat vader zijn jonge dochter op zijn arm naar boven droeg. Haar blonde kopje tegen zijn schouder. Femi moest namelijk altijd na het eten rusten. En vanwege haar witblonde haar noemde vader haar Mien Meeuwgien. Mien Meeuwgien. Ik was destijds 2 of 3, dus Femi was een jaar of 8, 9. En ze kon al wat lezen en toen mocht Femi tijdens de warme maaltijd op vaders luie stoel zitten om al etende te lezen, want ze was een hele trage eter en moeder had uitgedacht, misschien krijgt ze zodoende, al lezend, wat eten binnen. Het werkte. Ik vind dat getuige van een groot pedagogisch inzicht. Ja, en wat las Femi dan? Een van haar geliefde boeken ging over ene Petertje. Daar had ze het zo vaak over dat ze ook liefdevol Petertje genoemd werd. Dus niet alleen Mien Meeuwgien, maar ook Petertje. Later vernamen wij dat de buitenwacht nogal eens opmerkingen maakte, zoals, nou daar gaat hij, hè. Des Rivertien is geen Blievertien. En nog zo eentje, dat kind wordt niet old. Na Femi werden nog 4 jongens geboren. Frans, Jo, Piet en Wim, ons jongste broertje. En die stierf op Oudejaarsdag 1939, nog maar 9 maanden oud. Toen Femi heel jong was, is ze naar vakantiekolonies geweest. Ik meen wel een keer of 4, naar Egmond aan Zee en naar Nunspeet en zo. Daar werd van hogerhand toe besloten en bleekneusjes, zoals zij, werden daartoe uitgenodigd. Maar Femi was helemaal liever niet gegaan. Ze verging namelijk van de heimwee. Dus het middel was uiteindelijk erger dan de kwaal voor haar. En naarmate ze ouder werd en de zwakte al meer achter zich liet, liet Femi zich gelden. Ze nam de schaatsen en bond die onder op de dichtgevroren burgel. Ze schaatste er lustig op los. Onze huisarts, dokter van den Berg, had met stijgende verbazing de capriolen van Femi gadegeslagen. Dat kon hij namelijk zien vanuit zijn woonhuis.
Spoorslags toog hij naar de Patrimoniumstraat en zei tegen moeder: mevrouw Schrijver, ik heb Femi zien schaatsen. Wat is dat kind akelig mager. Hij schreef ter plekke een receptje uit en zodoende kon moeder op vertoon daarvan bij het distributiekantoor voedselbonnen krijgen voor eten. En we hebben tijdens de oorlogsjaren ook een hond gehad, Bruno geheten. Maar na verloop van een paar weken is die weer verkocht, want we hadden eigenlijk geen huis voor een hond. Nou ja, Femi was stapel op het dier en zij dichtte: Oelieu, mijn hond, och ware ik in uw plaats verkocht. Misschien weten jullie het nog, dat is vrij naar David, die over zijn zoon zei: Absalom, mijn zoon, och was ik in uw plaats gestorven. Bijbelvast was Femi, toen al. Omdat Femi tijdens de lagere schoolperiode veel moest verzuimen, heeft ze één keer een klas moeten overdoen. Maar moeder, die wist haar toen al goed te typeren. Er zit zo'n geest in dat kind. Nou, die geestkracht, die werd alsmaar sterker bij het klimmen der jaren. Ze had ook al vroeg twee hartsvriendinnen. Jans Boerman en Co van der Molen. En Femi heeft ze beide overleefd. En Femi was ook al verliefd geweest. Toen zij het voorwerp van haar liefde tijdens de kerkdienst gadesloeg, het was een achterneef, was de liefde plotsklaps over. Haar ridder op het witte paard peuterde in zijn neus en dat was de doodsteek. Er zijn grenzen natuurlijk. Officieel verkering heeft Femi alleen gehad met Cor. Ik was aanwezig, mijn vader dus, hè, bij de eerste vonken, althans Cor vonkte onmiddellijk. Ze ontmoetten elkaar in september 1948 bij de inhuldigingsfeesten van koningin Juliana. En Cor die bleef aandringen, maar Femi zei steeds: Colony van u. En Cor, de aanhouder, die reageerde stevig met: Kumpwe. Al dus geschiedde. Voor zijn vurige volhouden was Femi naderhand zeer dankbaar. Nu gaan we even terug in de tijd naar de belijdeniszondag van Femi. Zondagmorgen, de tweede dienst. De nieuwe kerk zat vroeg stamvol. Enkele tientallen catechisanten zouden hun geloof openbaar belijden en dominee Lindeboom leidde de dienst. De jongelui die werden hoofd voor hoofd om hun instemming gevraagd en toen was Femi aan de beurt. Femmigje Schrijver, harder, je doet belijdenis voor God en zijn heilige gemeente. Maar Femi die was zodanig geëmotioneerd dat haar keel dicht zat en niet omdat ze zo timide was. Al met al een gedenkwaardige zondag. Wij hadden het thuis fijn met elkaar. Tot eind 1947 in de Patrimoniumstraat en toen verhuisden we naar de Jan van Arkelstraat. In beide huizen is heel veel op het orgel gespeeld en erg veel gezongen. In 1953, februari, stapten Cor en Femi in het huwelijksbootje. Ze startten in de Groene Straat. Dat werd voor onze vriendengroep een geliefde pleisterplaats waar veel gesproken en ook veel gelachen werd. Ook wel op Hans gepast wanneer zijn ouders iets om handen hadden. Bij Femi was het altijd goed toeven, hartelijk, gastvrij. En in de loop der jaren zijn Cor en Femi vaak bij ons geweest, zij het om te klussen of voor de gezelligheid. En dan zei Cor: zullen we eens naar Joop en Piet gaan? En wat zei Femi dan? Dan moet jij maar bellen, want jij bent dan uit en zij zijn er mooi klaar mee. Ja. Nou, ik herinner me dat trouwens ook heel goed, dat jullie op bezoek kwamen. Het was altijd heel gezellig. Femi is gedurende de jaren in de amandelboom verschillende keren behoorlijk ziek geweest. En toen ze weer eens in het ziekenhuis lag, zodanig dat ze zelfs geen gesprek meer kon voeren, zei ik een paar regels van een psalmvers. Psalm 77, vers 6. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij zoet. Toen hoorde ik Femi zeggen: ik heb het niet zuur. Onvoorstelbaar haar onwankelbare godsvertrouwen. Femi was goed thuis in de Bijbel, hè? Dat zeiden we al. Voorbeeldje. Joke en ik, dus mijn ouders, liepen eens op een zomerdag in een Veluws dorp.
ik meen Ermelo. En we genoten van dat prachtige dorpsachtige, alle huizen hadden tuinen rondom. En toen citeerde ik een tekst die op de eeuwigheid slaat, namelijk: Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. Nou, Joker die wou betwijfelen dat dat in de Bijbel zou staan. Thuisgekomen nam ik de concordantie ter hand. Helaas was het een concordantie voor de nieuwe vertaling. Dus Femi gebeld. Femi worstiet en prompt antwoordde ze Zacharia 2 vers 4. De Statenvertaling waarin ze is opgegroeid. Ja, Femi was in veel opzichten een kanjer. Na Cor's overlijden kreeg ze na enige tijd een behoorlijke inzinking. Maar daar is ze gelukkig met Gods hulp bovenop gekomen. Ik gedenk mijn lieve jongste zus met grote dankbaarheid. Wat een vreemd gevoel om als laatste van een gezin van 9 kinderen over te blijven. Haar hartelijkheid en haar warme meeleven is ons ten voorbeeld. Amen, 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 dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer. Amen, God uw naam ter eer. Dankjewel Piet voor dit inkijkje in het leven van je zus Femi. En ik denk dat het heel herkenbaar was, zeker ook voor de kinderen van Femi. En Annemiek, bedankt dat je dat wilde voorlezen. Wat zei je? Nee, ze was zeker niet half zacht. Nee? Femi, ja. Nee, we hadden door dat het om Femi ging. Nu zijn er de kleinkinderen die graag herinneringen willen ophalen aan hun oma. Dus jullie mogen naar voren komen. Die tegelijk doen. Ja. Mooie warme herinneringen aan onze lieve oma. Vroeger kwamen we op zaterdagmorgen als kleinkinderen bij elkaar in het huis van oma in Volkmarstraat 1. Mieke, Jorien, Gerdien, Mark, Marleen, Hedwig en later ook Willemijn. Oma woonde daar op 1 hoog en daar konden we zo lekker over de blauwe reling naar beneden glijden. Onder haar huis was een garage met een blauwe deur. En daarin stond oma's bolide geparkeerd, de rode Toyota Starlet, die dateert van 15 april 1991. Deze auto is de rode draad geweest in haar en in ons leven. Oma reed af en toe zelf als het moest, maar het was niet haar hobby. Ze liet zich liever rijden, als de konte maar riet, zeiden we altijd. Tot een jaar of 2 geleden was deze auto nog in familiebezit. Inmiddels een oldtimer en niet meer zo rood van kleur. Oma had een ruime hal met heel veel deuren, maar de meest indrukwekkende was altijd de bruine harmonica-deur. Die deden we dan ook altijd dicht als we in de gang gingen spelen. Op het kastje bij de voordeur stond een rieten mandje met daarin de regenkapjes van oma. Die deden we altijd op als we ons gingen verkleden. Boven de kapstok hing een mooie foto van opa, die we helaas maar heel kort gekend hebben. En 2 van ons heeft hij zelfs nog nooit mogen zien. Oma praatte er niet veel over, maar zij zal vast haar stille verdriet hebben gehad. Bij oma mocht er altijd veel, dus trokken we dan ook alles uit de kast om ons op te maken. Tenten bouwen met lakens die we over de bruine knopstoelen hingen. We speelden blindemannetje en doktertje. En voor degene die dan te zieken was, waren er altijd medicijnen op voorraad. In een klein porseleinen potje met een tekseltje pilletjes in allerlei kleuren. Benadrukt met de letter M. We deden dan zachtjes het dekseltje van het potje en pakten... pakte dan van iedere kleur een pilletje, zodat oma niet zou opvallen dat er iets uitgehaald was. We konden de klok erop gelijk zetten dat ze dan even later binnenkwam en ons vroeg of we al smarties hadden gehad. Dit werd uiteraard stellig ontkend en vervolgens kregen we dan allemaal een aantal smarties. Voor iedereen altijd hetzelfde aantal dat dan ook nauwkeurig door oma uitgeteld werd. Af en toe werd er ook gesjoeld op de houten sjoelbak met de kleine gaatjes. Dit was houtworm, werd ons verteld.
Poppen en beren werden door oma altijd voorzien van een onderbroek en een leuk jurkje of pakje. Geen pop of beer ging bloot door het leven. Ze moesten het lekker wammen hebben. Als we weggingen moesten ze dan ook allemaal hun kleertjes weer aan en netjes neergezet worden op een rij. Ook de bal moest weer terug in het net gehangen worden. Toen we begonnen met lezen nam oma een abonnement voor ons op de Donald Duck. Om de beurt mochten we die dan lezen. Jarenlang heeft ze dit abonnement nog voor ons gehad. Oh, ik kom er vast. Is goed. Ja. Als de Sinterklaastijd eraan kwam, kregen we allemaal een eigen gebreide trui van oma. We mochten in het Vilda-boek kijken wat we leuk vonden en er werden kleurtjes uitgezocht. Als alle truien klaar waren, mochten we ze allemaal tegelijk een keertje aan en werden er foto's gemaakt. Zo hebben we door de jaren heen een heleboel truien gekregen en zaten we er met de winter warmtjes bij. Oma hield van warmte en 's winters had ze de groene zithoek dan ook lekker dicht bij de kachel, met de pantoffels er lekker naast. Als de winter voorbij was, ging de zithoek naar de andere kant en konden we vanuit de bank gezellig naar buiten kijken. Zo heeft ze dit heel wat jaren gedaan. Wat we ons nog goed kunnen herinneren van de woonkamer is het naaikastje naast de harmonica-deur. De vele kokers met breinaalden die we niet mochten openen en de grote collectie eenden, de oma Poelanten genoemd. Overal waar we keken waren eenden. Onder de grote kast stonden ze allemaal netjes op een rij, voorzien van een eigen gemaakt hoofddeksel. Ze stonden op een bepaalde volgorde en moesten ook allemaal op dezelfde diepte onder de kast staan. O wee, als er eentje scheef stond of iets te ver naar achter, dan kroop oma even later zelf al op haar knieën om ze nog even recht te zetten. Met nieuwjaarsdag of ons rapport kregen we altijd een reep sucola met een gulden of een rijksdaalder erop. En later kwam de 5-gulden-munt. De geldmunt werd er op een grote chocoladereep geplakt die we mee mochten nemen naar huis. Voor iedereen altijd hetzelfde. Als de een iets kreeg, dan kregen de andere 7 het ook. Ze had ons allen even lief. En behandel ons ook allemaal hetzelfde. Heel bijzonder. De lange trap achter het hekje dat naar de benedenslaapkamer leidde, vonden we allemaal een beetje spannend. Dus daar werd bijna niet gespeeld. En het gezelligste kleinste plekje in de Volkmarstraat was de wc, ook wel de C genoemd door oma. Het raampje in de deur werd door haar voorzien van een gordijntje, omdat ze het niet fijn vond dat je kon zien dat er iemand achter stond. Aan de wc-rolhouder hing een notitieblok met een pen. Hier schreven we altijd wat leuke dingen op, zodat de volgende die naar de wc ging iets te lezen had. Verder was de wc versierd met tierenlantijntjes, bloemen en gezelligheid. Okay. Toen we ouder werden, kropen we steeds vaker gezellig bij oma in de bank. We kregen koffie of rosé en... Nee, rosé, maar zij had rosé. En in een theeglas met daarbij een eigen gemaakte notenkoek, gemberkoek of cake. Het was elke week weer een verrassing wat oma die week gebakken had. Een koek weigeren was er niet bij. Die kans kreeg je bij oma niet. Izulm. Wel graag een onderzetter gebruiken en een schoteltje voor de koek. Daar zag ze op toe. Nog voordat je de koffie soms op had, stond ze al klaar voor de volgende ronde. En je koffie nog niet op? Toe dan! We waren dan soms net even lekker in gesprek, maar oma wilde graag deur gewoon. In plaats van zich ook lekker in het gesprek te mengen, bleef ze vaak juist op de achtergrond en nam ze soms niet eens deel aan het gesprek. Dat hoefde van haar ook niet. Als wij het maar gezellig hadden met elkaar, vond ze. Daar genoot ze enorm van. Bij het tweede kopje koffie kwam de oranje Tupperware trommel tevoorschijn voor een lekkere moppen. Een koekje van kleine formaat. Na de ronde met koffie en koek kwam de trommel met soucola nog voorbij. Voorzien van koetjesrepen, bros en mars. En als afsluiter de doorzichtige trommel met allerlei snoepjes die dan ter plekke nog even werden geschud. Toet dan. Een beetje, ja, dat was soms best een beetje irritant. Als oma dan deze ronde had gehad, zat haar taak erop en konden we gewoon. Soms bleven we nog eens gezellig plakken.
Al hield oma van structuur en deur gaan, we konden altijd blijven zitten totdat wij het tijd vonden om te gaan. Langzamerhand kwam er aanhang bij en werden de eerste achterkleinkinderen geboren. Het huisje werd daardoor steeds kleiner, maar de zaterdagochtend bleef behouden. De ene keer zaten we met drie en de week erna konden het maar zo 10 zijn. Altijd weer een verrassing wie er kwamen. Oma's huisje werd ook wel de tent der samenkomst genoemd. En iedereen die zin had, was welkom. Met haar verjaardag en het luxen op nieuwjaarsmorgen was het volle bak. En werden er overal stoeltjes en krukjes vandaan gehaald om iedereen een zitplek te kunnen geven. Gelukkig had ze een kleine stoeltjes en bijzetkrukjes geen gebrek. Met de verjaardag stond er onder andere taart, bol en shandy op het menu. En op nieuwjaarsmorgen was er krentenstol met spijs en roomboter, eigen gemaakte groentesoep en gehaktballen met een tube mosterd ernaast. Daar keek iedereen altijd naar uit. Een mooie traditie die we tot een paar jaar geleden nog met elkaar mochten beleven. Na de periode in de Volkmarstraat verhuisde oma in 2011 naar de Margrietstraat. Lekker dicht bij huis, vond ze. Ook hier kwamen we als neefjes en nichtjes en neef nog regelmatig bij elkaar. In deze periode kwamen er nog een hele rij achterkleinkinderen bij en werd oma ook veelvuldig bezocht. Niet alleen meer op zaterdag, maar juist ook vaak door de weeks. Zo had ze de hele week door bezoek en aanspraak. Ze maakte het ook nog regelmatig een wandelingetje met de rollator naar de stad of naar de bibliotheek. Ze was gek op een stukje kleding en een paar mooie boeken om te lezen. Ze kocht ook altijd wel iets als ze op pad was geweest. Want de winkel uitlopen zonder iets te kopen, dat kon ze niet en vond ze zo zielig. Als ze op zaterdag tussen de middag naar de Jumbo was geweest, schoof ze daarna altijd aan bij Gerda en Herman voor een bordje Chinees. Na het eten ging ze wel meteen weer naar huis. Oma had altijd rit in de konten. Wij zien dat dan maar als een korte spanningsboog. Toen de jaren echt begonnen te tellen en het voor oma steeds moeilijker werd om zelfstandig te kunnen blijven wonen, kreeg ze na haar heupoperatie in 2017 een mooie nieuwe plek in de amandelboom. Het was in het begin voor haar, maar ook voor ons, nog wel even wennen. Maar gelukkig heeft ze heel veel dierbare spulletjes mee kunnen nemen en op dezelfde manier neer kunnen zetten zoals het altijd was. Ondanks dat ze in een verzorgingstehuis woonde, was ze nog steeds oma's huisje en voelde het voor haar, maar ook voor ons, nog heel vertrouwd. Afgelopen dinsdag overleed ze, onze lieve oma. Vandaag nemen we afscheid van een mooi, bijzonder en lief mens die ons heel erg dierbaar was. We sluiten deze overdenking af met de woorden die zij ons altijd meegaf als we bij haar waren geweest. Leuk dat je west bent. Kom je nog eens weer? Dank jullie wel voor jullie ontboezemingen over hoe het was om Femi als oma te hebben. En dat was goed, dat heb ik wel begrepen. Annemiek zei het al, Femi was iemand vol van godsvertrouwen. En daar gaat het niet over wat we nu gaan zingen. Ik heb de vaste grond gevonden. Thank you.
Dan zal Hans nu een gedicht voordragen wat van toepassing is op zijn moeder. Een gedicht Moeders Handen is geschreven door Willem Wilmink. Het is een klein beetje aangepast. Je hebt ons brood gesmeerd, onze kleren gekeerd, ons het pannetje toegeschoven en de sokken gestopt en onze ondergestopt, allemaal met je handen. Heb de melk afgedekt en ons stoffies verstrekt en de kranten de wijk doorgedragen, rondgedragen, dat klopt. Heb geschild en versteld en de hemden geteld, allemaal met je handen. Heb ons menigmaal ook het warm onthaal van een oplamaai gegeven. Je hebt ons altijd uitgezwaaid, onze kinderen liefdevol geaaid, ons een geweldig voorbeeld gegeven, allemaal met je handen. Heet waren ze en koud, nu zijn ze oud. En met al onze schade en schande zijn we huiswaarts gegaan. We zaten er samen rondom je bed en we streelden je handen. Dankjewel. Femi was thuis in de Bijbel en die had de gewoonte om heel vaak zinnen of gedeeltes uit een psalm, een gezang of een bijbelvers gewoon te vertellen. Om daarmee een gesprek af te sluiten of je iets mee te geven. En eigenlijk alle liederen die we deze dienst zingen, daar zit wel zo'n uitdrukking in. En daarom gaan we nu ook met elkaar zingen, God heeft mij zijn zoon gegeven. En als ik het goed heb begrepen, gaat het om de zinnen, aan Gods rechterhand gezeten, zal hij nimmer mij vergeten. Heb ik dat goed? Dat was een uitdrukking die Femi vaak gebruikte. Laten we dit gezang met elkaar gaan zingen. Bijbellezing in deze dankdienst voor het leven van Femi van Dijk Schrijver is uit Psalm 139, een aantal versen. En we gaan dat op deze manier doen. Lucie en Hedwig die zingen een gedeelte van opwekking 518. Dat is eigenlijk het berijming van de eerste versen van dit gedeelte. En daarna pakt Gerda het over met de lezing van de rest van Psalm 139.
wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, o daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mij bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boek wel opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in getal. Ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij op de weg die eeuwig is. Dank jullie wel dat we op deze mooie manier de woorden van Psalm 139 verwoord kunnen worden. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, zingen we nog met elkaar Psalm 61 vers 3. Ook een psalm die, waar Femi heel veel aan heeft gehad. Hans en Jetty, Gerda en Herman, Lucie en Harry, kleinkinderen en achterkleinkinderen, familie, vrienden, broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Vandaag nemen jullie afscheid van jullie moeder, oma en omi. Een lieve moeder en oma en omi. Een mens door God gekend en gezien. God kende haar en zag haar toen ze opgroeide aan de Patrimoniumstraat, zoals we hoorden van broer Piet. Samen met 3 broers en 3 zussen. Ze had nog een 4de broer, maar die overleed toen hij 9 maanden oud was. En we hebben ook al gehoord dat Femi een zwakke gezondheid had. Ze had spillebeentjes en zou niet oud worden, dachten haar ouders. En daarom mocht ze naar de huishoudschool, want ze was geen meisje om te trouwen. En hoe anders is het gegaan? 93 jaar is ze geworden. Ze is getrouwd en heeft kinderen, klein- en achterkleinkinderen gekregen. Maar goed dat God haar beter kende dan haar eigen ouders. In 1953 trouwde ze met Cor van Dijk, die ze in 1948 in de stad had ontmoet bij het feest vanwege de troonwisseling. En Femi, die was graag thuis
en had structuur in het huishouden. En ik denk dat je dat vroeger leerde op de huishoudschool, hoor. Van maandag doe je dit, dinsdag doe je dat, woensdag doe je dit. En het was toch ook een beetje haar karakter. En verder hield ze, nou je kan het hier zien, handwerken, de breinaalden liggen er nog, puzzelen en lezen. En Cor daarentegen, jullie vader, ja, die mocht er graag op uitgaan en die hield van reizen. En samen waren ze een mooi koppel. Hans, Gerda en Lucie, jullie hebben goede herinneringen aan jullie tijd thuis. Jullie moeder zorgde ervoor dat ze er altijd was en dat thuis een veilige haven was. En ze was ook gastvrij. En ze kende jullie door en door. Ze wist wat voor vlees ze in de kuip had. En jullie hadden ontzag voor haar. In 1987 overleed plotseling jullie vader en opa. En dat was voor Femi een hele klap. Een jaar later heeft ze het een behoorlijke tijd heel moeilijk gehad. Maar daarna pakte ze gewoon de draad weer op. En de structuur die hielp haar om weer verder te leven. Ja, en zo net hebben we van de kleinkinderen al gehoord dat jullie altijd welkom waren. En vooral de zaterdagochtenden, dat waren een begrip. Ja, en ik had hier staan, ja, die gebreide truien met Sinterklaas, dat was ook een, dat hoorde bij jullie oma. En ik weet niet of iemand van jullie die truien nog heeft, of dat ze ondertussen al als aandenken aan oma, nee, dat zal ook wel niet. Ik heb jullie moeder en oma en omi een jaar of 5 geleden leren kennen. Tijdens de kerstmiddag voor senioren zat ik bij haar aan tafel. En ik vond haar een gezellige vrouw die een tevreden indruk maakte. En later kwam ik als pastor bij haar in de amandelboom. Meestal herkende ze mij niet. Maar als ik zei dat ik van de kerk kwam, dan mocht ik gerust binnenkomen. Ik weet nog wel, een van de laatste keren dat ik echt nog een gesprek met haar had, lazen we aan het eind Psalm 23. En ik had de eerste regel nog niet gelezen, of ik kon mijn mond houden. En Femi las hem helemaal voor uit haar hoofd, tot aan de laatste regel. En dat was Femi ten voeten uit. Want zo was ze. Ze was opgegroeid met het geloof en de Bijbel en gebruikte veel zinnen uit de Bijbel en ook uitdrukkingen uit liederen en gezangen in gesprekken en ja, gewoon als om iets af te sluiten, om iets mee te geven. Nou, ze had God al jong leren kennen in haar leven en God kende haar. En over dat kennen gaat Psalm 139 die we samen hebben gelezen. En ik wil daarover vandaag een paar gedachten met jullie delen. Jullie moeder, oma en omi leefden dicht bij God. Het geloof was vanzelfsprekend voor haar. En de Bijbel, hij ligt hier ook, lag altijd op tafel. Altijd als ik in de mandelboom kwam, lag die op tafel open en zat zij aan de tafel of te puzzelen of iets te doen. Ze was vol van Gods vertrouwen en vertrouwde erop dat God bij haar was. En dat gaf haar rust. En ik denk dat dat het geheim is van Psalm 139. Dat de hemel en de aarde, God en mens, elkaar raken. Want het is een hele intieme psalm. Opvallend is hoe vaak er ik en mij wordt gezegd. Moet je maar eens terugkijken. Want het gaat in deze psalm om de intieme beleving van de band tussen een mens en zijn schepper. En ik denk dat het daarom zo'n geliefde psalm is bij zoveel mensen. De psalm begint ermee dat God alles van je weet. Dat hem niets ontgaat van wat je doet of wat je zegt. De dichter voelt zich totaal gezien door God en hij voelt zich daar goed bij. Hij voelt zich niet bekeken, niet geobserveerd, niet van een afstandje beoordeeld, gewogen en te licht gevonden? Nee, dat niet. En het gaat hier dus al helemaal niet over het gevolgd worden door hemelse bewakingscamera's of zo.
psalm gaat juist over kennen en gekend worden. En niet zozeer dat ik God kan kennen en bevatten, maar veel meer dat God mij als geen andere kent. Wat deze dichter ontdekt, is niet zozeer dat God alles van hem weet. Maar wat hem tot in het diepst van zijn ziel raakt, is dat God hem door en door kent. En dat besef, die overtuiging, doet hem duizelen en maakt hem intens verwonderd. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Het is onvoorstelbaar. God kent mij, God kent u, beter dan ik mijzelf ken. God kent mij met zijn hart en doet dat met zo intens veel liefde, met zoveel aandacht en zoveel compassie. En dat God echt zo is en onder al die miljarden mensen op deze aarde ook mij en u en jou op het oog heeft, hoe bijzonder is dat? Zo vertrouwd is hij met mij. Hij kent de weg in mijn hart. Het is onbevattelijk, te groot, wonderlijk. Je kunt dat niet begrijpen. Je kan er met je verstand niet bij, maar je kan er hooguit over zingen. En was dan mooi als we ook in deze dienst veel zingen en zo onze lof aan God brengen. En vanaf vers 13 zingt de dichter verder over dat wonder. Over dat je kostbaar bent in de ogen van God. God was het die ons vormde, ons maakte, al voor de geboorte. De levende God, die van een totaal andere orde is dan ons als mensen, heeft jou en mij eigenhandig gemaakt. U was het die mij vormde, die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Dat betekent dat we kostbaar zijn. Handwerk. Dan komen de handen weer. Gods vingerafdrukken staan op ons. De God die mensen eigenhandig maakt, vindt ze zo kostbaar dat hij ze niet verloren wil laten gaan. Want hij kijkt in liefde en genade naar jou. Want vergeving en verzoening, dat zijn de kernwoorden in het evangelie. De sleutelwoorden. Jezus Christus die heeft zijn leven gegeven om jou te bevrijden uit de macht van het kwaad en de dood. En door zijn offer worden we verzoend met God en met elkaar. En vergeving en verzoening geven aan het leven weer perspectief. Geven mensen hoop. Want het betekent dat het leven sterker is dan de dood. Dat het goede sterker is dan het kwaad. Dat het eenmaal goed komt. Paulus zingt hiervan in Romeinen 8, vers 38 en 39. En ik lees ze uit de Bijbel in gewone taal. Dit weet ik zeker. Door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van mensen houdt. En niets kan dat veranderen. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht of aarde of in de hemel. Wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven, God houdt van ons. Dat is de kern van het geloof. En in dat geloof is Femi van Dijk schrijver gestorven. Ze wist dat ze kostbaar was in Gods ogen en dat hij haar vast zou houden en meenemen naar Gods nieuwe wereld. Zoals in vers 18 staat, ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. En dat gaat verder dan weten met je verstand. En vers 14 eindigt daarom met, ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Jullie moeder, oma en omi praten niet veel over haar geloof. Jullie hadden er geen hele gesprekken over. Maar aan alles konden jullie zien en merken dat ze geloofden. En wat is dat? Een mooi getuigenis.
Psalm 139 begint met de belijdenis van de dichter dat God hem kent. En de psalm eindigt met een gebed. Een gebed van overgave. Want de dichter is zo onder de indruk van Gods kennen van hem, van zijn liefdevolle betrokkenheid op hem, dat hij zijn knieën buigt en zegt: God, ik wil dat u alles van mij weet. Ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart. Onderzoek al mijn gedachten. En kijk of ik leef zoals u dat wil. En leid me op de weg die u wijst. Ieder van ons is een unieke schepping van God. Ontstaan door Gods persoonlijke aandacht. En die persoonlijke aandacht van God die blijft heel jouw leven lang. God gaat met ieder van ons zijn eigen weg naar zijn nieuwe wereld. Maar wat is het moeilijk om op die weg de goede keuzes te maken, die je verder weg helpen op de weg naar zijn nieuwe wereld. Want hoe vaak tast je niet in het duister, weet je eigenlijk niet wat goed is. Of je weet wel wat goed is, liefhebben, trouw zijn en vrede zoeken, maar je hebt de moed en de kracht niet om het te doen. Bid dan, Heer, leid mij op de weg die u wijst. Wijs mij niet alleen die weg, maar geef me ook de moed die weg te gaan en de kracht om het vol te houden op die weg. God gaat met ieder mens zijn eigen weg naar zijn nieuwe wereld. En de weg van Femmegier van Dijk, schrijver, op deze aarde is tot een einde gekomen. Zij is nu bij haar Heer. En zometeen gaan we naar de begraafplaats om haar lichaam te begraven. Ik hoop en bid dat jullie steun en troost mogen ervaren vanuit het geloof dat God jullie kent en bij jullie is. Dat jullie net als moeder, oma en omi geloven dat God voor jullie uitgaat en voor jullie ruim baan maakt. En dat is ook een van de regels uit Psalm 32 die Femi altijd zei en die we nu met elkaar gaan zingen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, schepper van hemel en aarde, u die er altijd is geweest en er altijd zal zijn. Heer, wat een wonder is het dat u ons kent.
dat u ieder mens op deze aarde, en dat zijn er meer dan 7 miljard, dat u ze kent. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Hoe groot moet u dan wel niet zijn? En u houdt van ieder mens in uw schepping. En u wil ten diepste niets liever dat ieder mens u kent. En leeft zoals het goed is, zoals u ons de weg wijst, een leven van vrede en recht. Heer, dank u wel dat u dat ook heeft mogelijk gemaakt, dat als wij tekortschieten, dat we daar niet op afgerekend worden. Maar dat u uw Zoon heeft gegeven, dat hij voor ons de weg heeft gebaand naar uw nieuwe wereld. En dat wij alleen maar achter Jezus Christus aan hoeven te gaan. En Heer, dat is best een hele opgave in dit leven. Maar dan hebben we het voorbeeld van de mensen die ons zijn voorgegaan. En zo hebben we ook het voorbeeld van Femmigje van Dijk schrijven. Heer, dank u wel wat u ons in haar gaf. We danken u voor het leven van zuster Femmigje van Dijk schrijven, die wij vandaag gedenken voor uw aangezicht. Voor alle goede gaven waarmee u haar hebt gezegend. En voor alles wat wij in haar van u ontvingen. Aan liefde en vreugde, aan zorg en aandacht. Laat niets verloren gaan van hetgeen zij ons naliet aan hoop en verwachting. En we bidden u voor wie achterblijven, voor ieder die Femmy missen zal, om tijd voor verdriet, om ruimte voor hoop tegen wanhoop, om vertrouwen opnieuw in het leven. Wees met allen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde. En wij bidden hier voor iedereen die wordt herinnerd aan wat hem of haar overkwam. Heer, zo schuilen we bij u. We begonnen de dienst met die woorden dat we bij u schuilen en we eindigen ermee. Gaat u met ons mee naar de begraafplaats en daarna ons leven in, zodat we getroost en gesterkt verder kunnen leven. Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan ons lotlied met elkaar zingen. Nooit kan het geloof te veel verwachten.
Hans zal nog een dankwoord spreken. Ook namens wij beide zussen natuurlijk. Wij willen de afdeling 2 van de Amandelboom bedanken voor de goede en liefdevolle zorg. En oom Piet voor zijn trouwbezoek aan zijn, zoals hij altijd zei, mijn jongste zusje Veem. En Anneke van der Kolk willen wij bedanken die in het verleden veel bezoekjes aan bij onze moeder heeft gebracht. Jan en Marijke Schenkel voor het trouw herhalen en brengen van de bibliotheekboeken. Kees Stam voor het bezoeken van moeder en het ondersteunen en voorbereiden van de dienst. Ook Ilse Lorist willen wij bedanken voor de professionele en ook fijne samenwerking. En tenslotte willen wij de familie, vrienden en belangstellenden bedanken voor hun aanwezigheid in deze dienst. Het doet ons erg goed. Dankjewel, Hans. We mogen als gezegende mensen ons leven verder gaan. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat aan u toewenden en u vrede geven. Amen. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van de dankdienst voor het leven van Femi van Dijk, schrijver. We begeleiden haar naar haar laatste rustplaats, waar zij wordt begraven. Femi zal zo dadelijk door de familie naar buiten worden gedragen. Ik verzoek u om nog even plaats te nemen tot ik weer bij u terug ben en samen met de familie naar de begraafplaats te lopen. Dank u.